Een van de grootste groepen patiënten waar we de zorg voor dragen zijn de patiënten met chronische ontstekingsziekte van de darm. Dat houdt in de ziekte van Crohn en de colitis ulcerosa. Dat is binnen onze regio een groep van ruim 2500 patiënten waar we dit voor moeten verzorgen. Met de krapte op de markt van de maag-darm-leverartsen zijn we eigenlijk jaren geleden al begonnen met het denken wat nu de beste plan van aanpak zou zijn om die mensen zo optimaal mogelijk te vervolgen. En daaruit is na een aantal brainstormsessies de IBD-coach naar voren gekomen. De IBD-coach is eigenlijk een computerprogramma wat zowel online op de computer als op apps bijvoorbeeld of op een tablet in te vullen is door de patiënt zelf. De communicatie werd eigenlijk heel anders toen ik de IBD-coach kon gaan gebruiken. Je hebt toch vaker schriftelijk contact, je kunt een berichtje sturen, je krijgt daar antwoord op. Je krijgt vragenlijsten toegestuurd waaraan de arts kan zien hoe gaat het. Ook is er nog altijd telefonisch contact en afspraken in het ziekenhuis, maar het maakt het wel wat makkelijker. De stap is kleiner om contact op te nemen, voor mij. En je wilt eigenlijk waarborgen dat in ieder geval iedereen de basis aandacht krijgt, dat je geen dingen mist qua ziekteactiviteit, qua klachten. Maar vooral dat als er wel iets is, dat je er bent. Dus dat je inderdaad laagdrempelig kunt reageren op berichten die er zijn. En dat je vervolgens inderdaad meer op verzoek van de patiënt of op eigen verzoek eigen tijd of meer tijd aan de patiënt kunt besteden dan dat op dit moment soms mogelijk is. Ik heb natuurlijk twee kinderen en die vragen ook aandacht. Dus ik hoef niet te zeggen van even stil zijn, mama's en bellen. Als het goed gaat, dan hoef ik niet naar het ziekenhuis. Dan kan ik gewoon bloed laten prikken en de uitslagen via de IBD-coach ontvangen. Dat scheelt voor mij ook veel reistijd. Ik vind digitaal heel fijn. Ik kan me voorstellen dat het voor oudere mensen misschien wat lastiger is. Maar ik ben hier heel tevreden mee.